11.000 Nederlanders hebben hun mening gegeven over de lelielijn tussen Groningen en Amsterdam. Maar wat vinden ze nou eigenlijk van? De resultaten zijn vanmiddag gepresenteerd in Groningen. Een populair tv-programma zorgt al weken voor extra interesse in pleegzorg. En dat is ook hard nodig, want in Flevoland is er een tekort aan pleegouders. En vis veilen voor het goede doel. Het is een jaarlijkse traditie op Urk. Vorig jaar werd er 43.000 euro opgehaald. Maar dit jaar was de opbrengst flink hoger. Het is maandag 15 mei. Dit is Flevoland. Goedenavond. De Lelylijn moet vooral zorgen voor een snellere verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. En de natuur moet er zo min mogelijk last van hebben. Dat geven ruim 11.000 Nederlanders aan in een online enquête die in februari en maart is gehouden. De resultaten zijn vandaag gepresenteerd in Groningen. Onze verslaggever Ingrid Kuipers is in Groningen. Die heeft de presentatie bijgewoond. Ingrid, wat is er precies onderzocht in die enquête? Nou ja, eerst de locatie waar die presentatie werd gehouden is de oude stationshal van Groningen. En dat is inderdaad een heel erg mooie setting. En daar werd gezegd wat die 11.000 mensen vinden van de Lelylijn. En de vraag was overigens niet van ben je voor of ben je tegen de Lelylijn. Daar ging het helemaal niet om. Het ging erom wat voor waarde kennen ze eraan toe. En dan gaat het bijvoorbeeld in letterlijke zin hoeveel geld zou daaraan besteed mogen worden aan de aanleg van de Lelylijn. Maar ook andere dingen als van hoeveel overlast mag het geven. Hoeveel mensen mogen er last van hebben. Hoeveel reistijdverkorting kun je krijgen door de aanleg van die Lelylijn tussen het noorden van het land en de Randstad. Hoeveel tussenstations zouden er moeten komen? Allemaal dat soort vragen. Dus hoe belangrijk vind je dat die komt op allerlei verschillende punten? Ja, je zei het net al, het aantal tussenstations die in Flevoland zouden komen op die Lelylijn. Hoe zit het wat dat betreft in Flevoland? Nou ja, wat naar voren komt uit die enquête is dat mensen het heel erg belangrijk vinden dat de reistijd wordt verkort tussen de Randstad en Noord-Nederland. Maar ja, daar haal je natuurlijk weer wat van af als je tussenstations op die lijn gaat doen. Dus hoe vaker je moet stoppen, ja, hoe minder reistijdwinst je eigenlijk hebt. Nou, zoals het nu bedacht is, komt er dan een station in Emmeloord. Maar ja, we zouden er nog meer stations kunnen komen in Flevoland. Nou, eigenlijk is dat dus nog helemaal niet bekend. Überhaupt staat nog helemaal niet vast dat die Lelylijn er ook daadwerkelijk gaat komen. Het is voor het eerst dat er zo'n enquête wordt gehouden op zo'n ongelooflijk vroeg moment in het proces. Nou, wat gaat er dan eigenlijk met de uitkomsten van deze enquête gedaan worden? Ik bedoel, worden die ook uitgevoerd? Worden die meegenomen in de toekomstige Lelylijn? Of verdwijnen die nu in het archief? Ja, ik heb dat net ook even aan de staatssecretaris gevraagd. Van, het lijkt natuurlijk leuk aan de buitenkant van wij luisteren naar wat de mensen willen. Maar vaak verdwijnen dit soort dingen dan toch in de la. En zij zei van, nou, dat is juist omdat wij al zo vroegtijdig nu deze enquête hebben gehouden. Kunnen wij dus bij alle afwegingen die we maken, kunnen we al rekening houden met wat de mensen over die Lelylijn zeggen. En normaal gesproken is burgerparticipatie, dus het moeilijke woord voor vragen wat burgers ergens van vinden. Dat is eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd, want heel veel is dan al besloten. En dat is in wat de Lelylijn betreft dus helemaal niet het geval. Eigenlijk moet alles nog besloten worden en keuzes worden gemaakt. En de uitslagen van deze enquête die zullen daar wel degelijk in meegenomen worden. Verslaggever Ingrid Kuipers bij het station in Groningen. Dankjewel. De KNRM Urk heeft dit weekend twee zoekacties gehouden op het IJsselmeer. De eerste zoekactie werd al snel een bergingsactie. Op zaterdagmiddag sloeg een man bij Enkhuizen overboord toen hij door de giek van zijn zeilboot werd geraakt. Het levenloze lichaam van de 55-jarige Duitser werd zondagavond gevonden. En vanochtend volgde een andere zoekactie. Een zeiler is gisteravond overboord geslagen van zijn boot en klom na urenlang zwemmen op een stortbak vol zand. Zo'n duwbak wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de bouw van windmolens. De man die bracht de nacht door op de duwbak.
Zijn lege katamaran werd vervolgens vanochtend door de KNRM bij de ketelbrug aangetroffen, waarna een zoekactie werd gestart. En volgens de hulpdienst gaat het nu redelijk met de zeiler. Een populair tv-programma dat aandacht besteedde aan pleegzorg heeft ervoor gezorgd dat er een piek in de belangstelling voor die pleegzorg is. Normaal meldt een handjevol geïnteresseerden zich per maand aan. Nu zijn het er al tegen de 25. De bekende Almeerse tv-makelaar Alex van Keulen die vangt zelf ook kinderen op en vertelt met zijn vrouw over hun ervaringen. Al jaren zijn Saskia en Alex van Keulen uit Almere pleegouders. Ze hebben al verschillende kinderen opgevangen. En ja, soms haal je wat op je hals. Om het daarvoor niet te doen, dan zeggen we eigenlijk met z'n allen, laten we zo'n kind maar in de kou staan. Dat kan natuurlijk niet. Hè? De wereld is groter dan je eigen voordeur. De situatie waarin het kind is problematisch, of in ieder geval zo nodig dat er pleegouders zijn. Dat staat bovenaan en daarvoor doe je het. En nu zijn er dus opvallend veel geïnteresseerden om pleegouder te worden. Door het tv-programma waar Alex van Keulen notabene zelf aan meewerkt, Kopen zonder kijken. Maar Petra Wilbrink van Jeugdzorg is niet bang dat mensen nu in een opwelling zo'n schattig kindje willen. Alsof het een huisdier is. Want de meeste mensen die zich aanmelden zijn er toch al langer mee bezig. En daarnaast ga je een traject in als je pleegouder wil worden. Het is niet inderdaad van vandaag meld ik me aan en volgende week dan is er een kind. Nee, we moeten voor het kind, vind ik echt heel goed uitzoeken. Een kind moet een goede plek hebben. Wat je vooral ziet als zo'n kind uit een gezin wordt gehaald, dan word je omgeven door professionals. En dan is ineens een slachtoffer, een dossier, een kind of geen kind. En wij zien het gewoon als een kind. Het komt bij je in je gezin. En vanaf dat moment draait het mee in je gezin. En dat is eigenlijk altijd wel vlekkeloos verlopen. Of wat in kleine incidentjes na. Maar dat pak je op en dat los je op met elkaar. Maar je ziet zo'n kind wel ontwikkelend in positieve zin. Wilbrink benadrukt dat er heel veel verschillende plekken gezocht worden. Dus ook bijvoorbeeld een homostel of alleenstaande zijn meer dan welkom zich aan te melden. Als wij een kind willen matchen, hebben we nu vaak maar keuze uit misschien 1 of 2. En waarin we dus ook onze match heel veel moeten aanpassen van dit moeten we extra inzetten om de kans van slagen steeds groter te maken. En hoe meer gezinnen wij hebben, hoe meer wij kunnen fine-tunen in het matchen. En hoe meer we kunnen aansluiten bij wat het kind en de ouders nodig hebben om het liefst dat het kind dan weer zo snel mogelijk naar huis gaat. Dus we hebben eigenlijk wel 5 gezinnen nodig om voor 1 kind de juiste match te kunnen vinden. Als het kan, gaat het pleegkind na een tijdje weer terug naar eigen ouders of familie. En dat is uiteraard een dubbel gevoel voor pleegouders die jaren een kind met liefde in het gezin hebben opgevoed. Je moet als pleegouder goed voor ogen houden dat je het niet voor jezelf doet, maar voor het kind. En een kind hoort nu eenmaal bij zijn ouders als dat kan. En als het tijdelijk even niet kan, dan ben je er als pleegouder. En op het moment dat het kind bij je is geweest en het lukt dat hij terug kan naar zijn ouders, dan heb je toch je doel bereikt. Dat is nou precies wat pleegzorg inhoudt en waar je het voor doet. En dan kun je misschien wel even verdrietig zijn, maar er hebben zoveel mooie herinneringen aan vooraf gegaan, dat je daar ook weer heel snel overheen kunt zetten. Want op dat moment kun je ook wel weer iets betekenen voor een volgend kind. Hoe mooi is dat? Hoe kan een deel van het bos dat als stiltegebied is aangewezen overgenomen worden door mountainbikers die er ook nog eens voor zorgen dat reeën het bos uitvluchten? Dat vraagt Johan Huibrecht zich af. De Drontenaar die woont op een boerderij naast het bos en heeft namens omwonenden een brief aan de provincie gestuurd. Ja, je zou het niet zeggen als je deze beelden ziet, want fietsers zijn er bijna niet vandaag tijdens de opnames. Zal je altijd zien. Maar droggebod zand bij Dronten is populair bij mountainbikers. Heel populair zelfs, maar volgens omwonenden te populair. De route is 21 kilometer en her en der worden paden extra uitdagend gemaakt door obstakels. Ze zijn overal attracties aan het maken voor de mountainbikeroute. En dat is voor ons in het stiltegebied toch een vraag van, hoort dat nou eigenlijk hier? Ja, want dit is ook weer recent aangelegd, dit stukje. Dit is pas 2 weken geleden aangelegd. Het ziet er wel leuk uit natuurlijk voor de fietser. Voor de mountainbiker is dit denk ik hartstikke leuk. Maar ja, te leuk dus volgens Huibrechts. Tienduizenden keren per jaar wordt de route inmiddels gereden. Een gevolg lijkt te zijn dat er steeds vaker reeën uit het bos op het land van de aangrenzende boeren komen. Ook bij Huibrechts. Ze vreten gewas aan en dat betekent schade. Is het de bedoeling dat dit een mountainbike route wordt die in de top 10 staat?
dat er meer dan 100.000 bezoekers komen in een stiltegebied. Ja. Niet regionaal, maar gewoon dat heel Nederland komt hier fietsen. Is dat de bedoeling? Ver weg de meeste mountainbikers zijn vriendelijk, zegt Huibrechts. Maar het zijn er te veel. Het is uit de hand gelopen en voor andere bosrecreanten is minder plek. Dit waren eigenlijk allemaal wandelpaden gewoon voor de mensen die ook in het bos wilden genieten van de rust en de ruimte. En die zijn in feite eigenlijk al nagenoeg allemaal al voor een heel groot gedeelte zeg maar, in gebruik bij de mountainbike. Ja, want hier kan dus ook op mountainbiken nu aankomen. Ja, dat kan. Het bos is van Staatsbosbeheer en Stichting Roggebot Zand werkt met vrijwilligers aan de mountainbike route. Volgens Huibrechts zien zij het probleem niet van alle activiteiten in het bos. Ja, die vinden dat ze stil zijn en dat ze toch geen geluid maken. De regels van het stiltegebied, volgens mij worden ze niet helemaal nageleefd. Kijk, ik krijg van de provincie teruggekoppeld dat er onderhoud wordt gepleegd aan de paden. Nou, u ziet hoe dit pad eruit ziet, u ziet hoe de taart eruit ziet. Ja, dat is volgens mij geen onderhoud. Vervolgens denk ik, is er überhaupt een natuurtoets gedaan? Is er überhaupt gekeken van wat voor effect heeft dit? Volgens mij niet. Ik krijg het niet boven water. Huibrechts heeft nog geen antwoord gekregen op zijn vragen aan de Provinciale Staten. Ruim 72.000 euro. Dat heeft de veiling van het eerste kistje Meischool vandaag opgeleverd op Urk. Het geld is bijeengebracht door verschillende Urken bedrijven en particulieren. Het bedrag dat gaat naar de stichting ALS Nederland, die het gebruikt voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte. 61 voor 500 euro. Noordzee. Geen alledaagse, maar een bijzondere veiling vanochtend bij de visafslag op Urk. De veilingmeester van dienst kreeg steun van zanger en acteur Thomas Agda, die zich als ambassadeur inzet voor de stichting ALS. Tussen de biedende partijen ook een aantal ALS-patiënten die toekeken hoe de teller op het bord opliep tot boven de 72.000 euro. Geld dat de stichting ALS goed kan gebruiken. Want het is natuurlijk een heel impopulaire ziekte, zoals dat heet. Als je hoofdpijn hebt, dat hebben miljoenen mensen. Maar ALS hebben 1500 mensen. En dan gaan er 500 dood, maar er komen er meteen 500 bij. Dat is al jaren de carousel. En 1500 is niet iets waarvan mensen die medicijnen maken zeggen, nou, dan gaan we eens een paar miljard tegenaan gooien, snap je? Dus we moeten het zelf bij elkaar zien te sprokkelen. En met dank aan de mensen hier in Urk is dat voor 72.000 euro. Dat schiet lekker op, daar kunnen we mooi verder mee. Dit is boven verwachting. Het geeft toch aan dat het leeft op Urk. En zoals we daarnet al zeiden, geef Urk een goed doel en we gaan ervoor. Het bedrag van 72.000 euro is de optelsom van vele tientallen biedingen. Degene die het laatste bod uitbracht, mocht het kistje meenemen. Maar ook de eerdere bieders doneren hun geld aan Stichting ALS. Schitterend. Ik had de uitkomst van het bedrag al niet verwacht. Ik ben er heel stil van. En weet je, het gekke is, ik ben natuurlijk ook ALS-patiënt sinds anderhalf jaar. En dan ben je hier met mensen die dan zo gul zijn en dit geven. Ja, dat is hartverwarmend. Echt schitterend. Ik word er echt stil van en emotioneel van. Ik vind het heel mooi. De veiling van het eerste kistje Meischool is inmiddels een ware traditie op Urk. Vergelijkbaar met hoe elders in het land het eerste vaatje haring onder de hamer gaat. In de wintermaanden wordt er minder vaak op school gevist, omdat die dan niet zo vol en dik is. Vanaf mei neemt het vetpercentage bij de vis toe en wordt dus ook de smaak beter. Met de naam Meischool wordt de start van het visseizoen gemarkeerd. Ik kom zelf uit Noord-Holland, uit de Rijp. Dus eerlijk gezegd, om het oneerbiedig te zeggen, ik ken dit volk wel. Het is rustig, weinig woorden. Het is allemaal wel goed, maar ze komen toevallig wel over de brug en ze regelen het voor je. Dus ik ben daar ongelooflijk blij mee. Ik heb allemaal grote knuisten de hand mogen geven en ze zijn allemaal goede kerels. Ik ben er heel blij mee. Stichting Flevoland Fiets Tegen Kanker viert dit jaar haar 10-jarig jubileum. In die tijd heeft de stichting zich samen met ruim 700 studenten uit Flevoland ingezet om geld op te halen voor de strijd tegen kanker door ieder jaar mee te doen aan de Alpe d'Huez. In totaal is het afgelopen decennium ruim 288.000 euro bij elkaar gefietst en dat maakt initiatiefnemer Boyd Besselink een trots man. We keren met hem terug naar praktijkschool De Steiger in Lelystad, waar het idee ooit door hem werd bedacht. Ja, mijn moeder werd ziek in 2010 en wilde ik Alpe d'Huez fietsen. Toen liep ik hier stage op de school en werd ik uitgeloot
Ja, en toen zijn wij met de gymdocenten hier en ook met Harm-Jan Hoorn daar samengekomen. En hebben we met 16 leerlingen zijn we naar Frankrijk gegaan. Daar is het geboren. Die ervaring was zo magisch dat Boyd besloot om het jaar erop weer te gaan. En in samenwerking met KWF Kankerbestrijding werd uiteindelijk de stichting Flevoland Fiets tegen Kanker opgericht. Ook dit jaar gaat er weer een ploeg richting de beroemde Franse Berg. We gaan dit jaar met 85 leerlingen van verschillende scholen uit Flevoland. Hoe ziet zo'n week er dan uit voor die kinderen? We vertrekken op vrijdag en dan komen we op zaterdag aan. Dan hebben we een trainingsmoment en een bezinningsavond. Dat is heel bijzonder. Dan gaan we op zondag gaan we één keer de Alpe d'Huez op fietsen. En de rest van de week staat in het teken van vrijwilligerswerk voor Alpe d'Huez. Dus dan zetten de kinderen zich in voor Alpe d'Huez en doen ze echt iets voor iemand anders. Harm-Jan Holwerda is docent op praktijkschool De Steiger. En was er ook die eerste keer bij in 2010. Het is een ervaring die je nooit vergeet. Het is echt wel echt super mooi met z'n allen. Emotionele momenten, hè? Want er zijn altijd iedereen kent wel iemand die iemand verloren heeft of ziek is. Ik heb nu mijn vader die nu ziek is, dus ja, dan maakt het echt wel een beetje beladen, ja. En ook Daan Kuipers was er vanaf het begin bij. Hij was in die tijd werkzaam voor KWF Kankerbestrijding. Nou, omdat de Steigerfiets tegen kanker er dus was en wij vonden dat zo'n mooi project. En ik kom zelf uit het onderwijs en de voorzitter van KWF Lelystad en de toenmalige penningmeester, die hadden ook al een keer met Alpe d'Huez meegedaan. Dus toen dachten we, ja, dit is zoiets moois wat er hier gebeurt op de Steiger, dat moeten we groter trekken. Moeten we meer scholen laten aanhaken en kijken of we er een Flevolands evenement van kunnen maken. En toen is Flevoland Fiets tegen kanker ontstaan. Trots? Ja, zeker. Berentrots. Morgen wordt het 10-jarig jubileum van Flevoland Fiets tegen kanker gevierd in het Agora Theater in Lelystad. De wat oudere kijkers onder ons die herkennen het vast nog wel. Het liedje en de slogan: met Lego kun je alles maken. Een Lelystadbedrijf werkt nu volgens dat principe. En de bouwstenen bestaan voor een belangrijk deel uit plantenresten van bijvoorbeeld mais en rietsuiker. In de vele jaren dat Holland Composites aan de weg timmert, werkte het altijd met traditioneel bouwmateriaal. En dat was niet altijd de beste keus voor het milieu, geeft het bedrijf toe. Bijvoorbeeld polyester harsen, die we wel kennen, hebben natuurlijk een slechte milieu-impact. En zijn zelf ook brandend, hè, dus slecht brandwerend. Dat moet anders kunnen, zo besloot het bedrijf. Het roer moet om. De wereld gaat verder. We moeten duurzamer en beter met onze materialen op de aarde omgaan. En wij ontwikkelen ons ook verder. Ja, welkom in onze modelwoning Cubix die wij hier in Lelystad hebben staan. Je ziet het er niet aan af, maar dit pand bestaat voor een belangrijk deel uit steeltjes van suikerriet en maisresten. Het is licht van gewicht en veel veiliger bij brand. Ons composiet is een biocomposiet materiaal waarbij de harscomponent gewonnen wordt uit plantrestafval. En daarmee kun je huizen bouwen, scholen of zorgappartementen. We lopen nu door de hal en aan de linkerkant kom je nu bij een zogenaamde cliëntenkamer. De patiëntenkamer is 45 vierkante meter en hij is helemaal opgebouwd uit onderdelen. En juist met die uitwisselbare onderdelen onderscheidt het bedrijf zich van de vaste units die je ook veel ziet in de woningbouw. Onze elementjes kun je ontelbare keren hergebruiken en op verschillende posities toepassen in het gebouw. Als hier bijvoorbeeld een kast moet komen en je denkt, nou, dat zit eigenlijk toch wel ongelukkig, of ik wil hier mijn tv doen en dan zou ik eigenlijk liever mijn lichtknopje en mijn contactdoos ergens anders kunnen hebben, dan kan je dit paneel losnemen en bijvoorbeeld verwisselen met die andere. En die kabels die er toch los in liggen, die kan je gewoon verplaatsen zonder dat je aan het hakken of zagen bent. Eigenlijk hebben wij voor ogen dat we dan voor gebouwen zometeen een IKEA-achtige constructie verzinnen. Waarbij de wandelementen, je ziet ze hier zelfs met kozijnloze raampartijen daarin, uit de schappen naar de bouwplaats gaan en daar tot compleet gebouwtje gemodelleerd worden. De eerste grote opdracht voor dit systeem is inmiddels binnen. In Limburg worden 100 zorgwoningen gebouwd. En dit was Flevoland voor vandaag. Voor nu wens ik u nog een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.